Het opladen van elektrische wagens blijkt in Zeeuws-Vlaanderen veel duurder dan in de rest van de provincie. Tot ergernis van de politiek. Zorg dat er meer partijen komen die laadpalen gaan aanbieden. Dan komt er automatisch concurrentie in de markt. Dat mensen naar een andere laadpaal kunnen gaan omdat die goedkoper is. En verder in deze Zeeland nu. Minderhout mist dressuurfinale. En ook Olympische sferen in Bruinisse. Goedenavond. De prijs voor het opladen van elektrische auto's in Zeeuws-Vlaanderen moet naar beneden. Dat vinden verschillende politieke partijen in de drie Zeeuws-Vlaamse gemeenten. Want de laadpaaltarieven in Zeeuws-Vlaanderen zijn het hoogst in de provincie door meerdere oorzaken. De grootste oorzaak daarvan is eigenlijk dat laadpalen op verschillende momenten geplaatst zijn, verschillende momenten contracten afgesloten. En het energiecontract wat onder zo'n laadpaal hangt is eigenlijk de drijvende kracht van zo'n prijs die jij betaalt. De ene is misschien afgesloten in een periode voor corona of tijdens of na corona. We hebben heel veel verschillende prijsverschillen zien in de energiecontracten. En dat is eigenlijk de grootste reden dat bepaalde palen duurder zijn dan andere. En dat er andere afspraken zijn gemaakt op het moment van plaatsen van die laadpaal. Ook speelt de manier van aanbieden een belangrijke rol bij de prijsverschillen tussen laadpalen. Er zijn eigenlijk twee modellen die gehanteerd worden. Het concessiemodel, dus een gemeente die laat partijen inschrijven op een bepaalde gemeente, op een bepaalde plek of voor een bepaalde hoeveelheid. En je hebt eigenlijk het open marktmodel waarop eigenlijk gewoon een laadpaalaanbieder zich kan vestigen op een bepaalde plek. Veel Zeeuwse gemeenten maken gebruik van het zogenoemde open marktmodel. Een van de redenen om dat te doen is eigenlijk natuurlijk om kleinere partijen ook een kans te geven om in een bepaalde gemeente actief te zijn en op een bepaalde manier een paal te plaatsen. En hoe meer marktpartijen samen in die infrastructuur gaan werken, dat kan soms ook tot hele mooie ideeën, oplossingen, initiatieven leiden. En misschien ook tot prijsverlaging. En tot prijsverlaging inderdaad, want als partijen concurrerend naar elkaar zijn en als de tarieven inzichtelijk zijn, dan zul je zien dat ze naar elkaar toe bewegen. En dat is voor de eindconsument alleen maar goed. D66 in Hulst heeft een aantal weken geleden een motie ingediend om iets te doen aan de hoge tarieven. We kregen een noodoproep vanuit onder andere ons leerlingenvervoer, WMO-vervoer en dagbestedingsvervoer. Dat zij erg veel last ondervinden van die hele hoge tarieven. Dat is uiteindelijk iets wat natuurlijk op het bordje van ons allemaal terechtkomt. Die hoge tarieven die betalen niet alleen onze maatschappelijke organisaties voor elektrisch rijden, maar die betalen ook gewoon onze ondernemers en inwoners. Dus het is in ons aller belang om te zorgen dat de tarieven wat redelijker worden. Om dat te realiseren ligt er volgens De Bruin een taak voor de Zeeuws-Vlaamse gemeente om op korte termijn actie te ondernemen. Wat wij graag willen is dat er vanuit de gemeente, want wij bepalen waar laadpalen komen, dat er dus meer aanbieders gaan komen. Op dit moment zijn er bijvoorbeeld in Hulst maar 3 aanbieders en Sluis zelfs maar 1. Dus er zijn maar heel weinig aanbieders. Dus een van de zaken waar wij echt op hameren is zorgen dat er meer partijen komen die laadpalen gaan aanbieden. Dan komt er automatisch concurrentie in de markt. Dan zul je ook zien dat mensen naar een andere laadpaal kunnen gaan omdat die goedkoper is. En die keuze heb je nu niet. Daarnaast moet er volgens Ten Tijen ook meer aandacht komen voor prijstransparantie. Wij vinden dat de elektrische rijder echt moet zien en weten en kunnen onderzoeken wat hij gaat betalen aan die paal. En als jij kan zien dat paal X veel duurder is dan paal Y en je staat in dezelfde omgeving, in dezelfde straat, ja, dan zul je automatisch gaan kiezen voor die goedkopere paal. En op het moment dat die transparantie helemaal duidelijk is, ja, dan zullen die prijzen naar elkaar toe bewegen, want iemand die veel te duur is, prijst zichzelf uit de markt en kan niet verder met zijn werkzaamheden. Netbeheerder Stedin onderzoekt hoe het kan dat bij de Krabbekreek bij Sint-Philipsland een gasleiding boven water kwam drijven. De wijp kwam gistermiddag opeens boven en de druk werd snel van de gasleiding afgehaald, zodat er geen gevaar was voor de omgeving en ook niemand zonder gas kwam te zitten. En mogelijk is er grond onder de leiding weggespoeld, waardoor de leiding is gaan zweven, denkt Stedin. Op het strand van Zoutelanden is aan het eind van deze middag een 78-jarige vrouw overleden. De vrouw uit Utrecht kwam in de problemen en is door omstanders nog uit het water gehaald en gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. Om de hulpverleners voldoende ruimte te geven, werd het strand van Zoutelanden ontruimd. En opnieuw is in de haven van Vlissingen-Oost een grote partij cocaïne gevonden. Het gaat om ruim 1000 kilo met een straatwaarde van 80 miljoen euro. De drugs zaten verstopt in de lading bananen op pallets. Afkomstig uit Ecuador en met Duitsland als eindbestemming. De drugs die zijn vernietigd, er is nog niemand aangehouden.
Dressuurruiter Hans-Peter Minderhout uit Westkapelle heeft zich vanmiddag niet weten te plaatsen voor de individuele dressuurfinale bij de Olympische Spelen in Parijs. Minderhout reed vanmiddag een kwalificatiewedstrijd, maar kwam 1% tekort voor de finale. In tegenstelling tot Dinja van Lieren uit Kapelle, die zich gisteren wel plaatste voor die finale. Bij paardensportvereniging De Wielruiters in Nisse keken paardensportliefhebbers vanmiddag op een groot scherm naar het Olympisch optreden van Hans-Peter Minderhout. Ook in Nisse bij Jumping de Wil wordt momenteel dressuur gereden. Maar rond 2 uur vanmiddag zocht een klein groepje liefhebbers de tent op om te kijken naar de topruiter uit Westkapelle, die voor de 4e keer meedoet aan een Olympisch toernooi. Dit keer met een relatief nieuw paard. Als je hem dan zo op Olympisch niveau voor moet stellen, kan daar goed uitpakken, maar het kan ook fout uitpakken. En hij had weinig fouten gemaakt volgens mij. Weinig fouten en daarom was iedereen na afloop meer dan tevreden. Tenminste, bijna iedereen dan. Ik vond wel dat hij een iets hogere score had mogen hebben. Ja, ik vind het zo bijzonder knap allemaal dat je het gewoon zo allemaal kan managen. Ik neem mijn petje ervoor af. Ja, ik vond het ook erg mooi. Ik vond dat hij het goed gedaan had. Het mocht echter niet baten. Minderhout is niet door naar de individuele finale. Aan de landenfinale doet hij wel mee. Een zee van bootjes op de Grevelingen bij Bruinisse vanwege het WK jeugdzeilen daar. Voor jongeren tussen de 12 en 18 jaar. De deelnemers in de zogenoemde FEVA-klasse komen onder andere uit China, de Emiraten en Amerika. En talenten die hier nu in Bruinisse varen, zullen we waarschijnlijk over een aantal jaren terugzien op de Olympische Spelen. Dat het nu weer in Nederland plaatsvindt na zo'n pak en meet 8 jaar, is wel weer heel bijzonder. Om hier zoveel boten te hebben hier in Nederland, in Bruinisse. En Nederland doet het goed, want Sven van Dartel uit Schijndel en Doeke van Surksum uit Vlissingen strijden mee voor een gouden medaille. We staan nu tweede, de wereldkampioenschap. En we hebben alleen maar top 3 gevaren. 1 keer een 5e plek. Dus, ja, daar zijn we heel blij mee. De wedstrijden duren nog tot morgen. Het anchovisseizoen zit erop en het is nog maar de vraag of er volgend jaar nog gevist gaat worden in Zeeland. Want al jaren valt de vangst vies tegen. We hebben goede vangsten gehad, maar de laatste 5 jaar is het heel slecht. Hoeveel vissen zijn er dit jaar gevangen? 8 stuks. Deze vissers haalden dus waarschijnlijk voor de laatste keer de netten op als commerciële weervissers. Ik zou het anders ook niet weten, want ja, je kan wel in de weer blijven varen, maar het levert niks op. De weervissers blijven waarschijnlijk wel toeristische vaarten doen, want op die manier willen de vissers de traditie van de anchovisserij in leven houden. Een koordje rond je nek of een polsband met een alarmknop die in nood ingedrukt kan worden om hulp in te schakelen. Het is een mooi systeem voor ouderen die lang zelfstandig willen blijven wonen, maar bijvoorbeeld niet zelf meer kunnen opstaan als ze vallen. Dit jaar bestaat het fenomeen personenalarmering 40 jaar in Zeeland. Ik spreek met Marianne, hallo. Hallo, ik bel u omdat u medicijnen niet heeft ingenomen. Personenalarmering is begonnen ergens op Walcheren toen een mevrouw onwel was geworden en die is pas eigenlijk de volgende dag thuis gevonden. Dus een aantal mensen die hebben toen bedacht van nou ja, we gaan daar een belcirkel voor oprichten. En de belcirkel was eigenlijk het begin van Maatje Zeeland. Wat 40 jaar geleden begon met 7 abonnees, is inmiddels uitgegroeid tot een bedrijf met 7500 klanten. Vooral ouderen maken er gebruik van, maar er zijn uitzonderingen. Het was op maandagochtend en ik zou naar mijn werk gaan. Dus ik ben gewoon vroeg opgestaan, gedoucht. En toen ben ik voor de wastafel gaan staan om mijn haar te doen en make-up en dat soort dingen. En terwijl ik daar stond, voelde ik dat mijn linkerarm raar zwaar werd. En ik voelde me ook helemaal niet lekker. Kort daarna werd ik heel erg duizelig. En toen heb ik besloten om in de badkamer op de vloer te gaan liggen. Uiteindelijk ligt Inge daar 7 uur. Collega's schakelen de politie in als ze niet op haar werk verschijnt, de telefoon niet opneemt en de deur niet opendoet. Ze blijkt een herseninfarct te hebben. Na weken in het ziekenhuis en maanden revalideren mag Inge naar huis. Als haar omgeving haar aanraadt om voorlopig gebruik te maken van een alarmknop, is Inge niet meteen enthousiast. Ik wilde dat natuurlijk helemaal niet, want ik was 51. Je wilt niet afhankelijk zijn van allerlei dingen, van mensen en van apparaten.
Maar goed, ik heb het toch maar geaccepteerd dat het toch wel verstandig was om dat te doen. Het is een heel simpel toestelletje. Het is eigenlijk niet meer dan een rood drukknopje wat mensen rond de hals of rond de pols dragen. En in welk geval dan ook, als ze zich gewoon veilig voelen of ze hebben hulp nodig, ze drukken op het knopje, ze krijgen de centralist van Maatje Zeeland aan de telefoon en die schakelt al dan niet hulp in voor hun. En het is ook een zekere geruststelling voor de familie, want ze weten, mijn vader of moeder die heeft een alarm en als ik aan het werk ben overdag en er gebeurt iets, nou ja, dan wordt er in ieder geval hulp voor hun geregeld. Maatje in Zeeland verwacht dat de groei er na 40 jaar nog steeds niet uit is. We verwachten zeker in zekere zin te groeien, zeker een stukje persoonalarmering nog, omdat mensen ouder worden, niet meer zo snel opgenomen kunnen worden in instelling, dus ze zullen langer thuis moeten blijven. Maar groei is niet het belangrijkste, we willen een kwalitatief goede dienst leveren en dat is voor ons het allerbelangrijkste. Met Inge gaat het 8 jaar na het herseninfarct weer goed. Ik werk weer, ik rij weer auto, dus ik had eigenlijk al heel snel had ik ook niet meer het alarm nodig. Ik denk dat ik het maar hoogstens 3/4 jaar zeg maar heb gebruikt. Maar ik kan me ook voorstellen dat voor andere mensen die nog niet al stokoud zijn zeg maar, dat het echt wel een drempel is om ervoor te kiezen van nou, ik wil veilig zijn in huis en ik kies voor deze methode. Maar zet je eroverheen, want het geeft juist veel vrijheid. Na 2 zonnige dagen viel de bewolking vandaag een beetje tegen. Met temperaturen overal zo rond de 25 graden was het ook een beetje drukkend. En dat gaat vanavond en morgen tot ontlading komen in regen en onweersbuien. Vrijdag is dan weer droog, maar de temperaturen die blijven wel zomers. En tot zover deze Zeeland Nu. Nog een hele fijne avond en graag tot morgen.